In dit duet gaan we zingen en spelen. Eigenlijk is het voor twee fluiten, maar deze keer gaan we de bovenste partij fluiten en de onderste partij gaan we zingen. Voor degene die, voor wie zingen helemaal nieuw is, leg ik even de stappen uit, zingen en spelen. Eerst neurien we een toon die fijn voelt. Bijvoorbeeld. Dan doen we dat op oe. Goed te kunnen zingen is niet belangrijk. Oeh. Nu gaan we de luchtstroom op gang brengen, dus blaas maar een keer tegen je hand. Nu gaan we de luchtstroom, de richting van de luchtstroom veranderen, dus naar boven, naar beneden. Dat doe je met je lippen. Oké, doe dat een tijdje. En dan gaan we terug naar de oe. Oeh. En nu zingen we vu. Want die V die helpt je namelijk om de luchtstroom op gang te brengen. En dan doen we dat weer een keer tegen je hand. We gaan de luchtstroom, de richting gaan we veranderen. Misschien hobbelt je stem een beetje, hobbelt en hobbelt, dat is oké. Dat is niet zo erg. Nu komt het spannende deel. We brengen de fluit in speelpositie en dan doen we die vu-oefening nog een keer. Vu. Alleen we gebruiken de fluit niet om te fluiten deze keer, maar als klankkast. Het maakt niet uit of de tonen kloppen of dat je stem er naartoe trekt, dat is allemaal goed in deze fase. En nu gaan we proberen om de luchtstroom, de richting daarvan, te veranderen. Misschien lukt dat in het begin ook niet en gebeurt dit. Zodra je aan fluiten denkt, ga je meteen fluiten. Dat zou kunnen. Dus probeer je te focussen op die vu. En de fluit die vangt toevallig de lucht op. Dus je hoeft helemaal niet na te denken over het fluiten. Oké, als je dit een tijdje geoefend hebt, dan kun je naar een duet gaan. Het duet is best een lastig duet om te doen. Dus als je nieuw bent met zingen en spelen, kun je beter eerst wat andere oefeningetjes doen. En dan later terugkomen bij dit duet. Maar voor degenen die al wel zover zijn, gaan we even verder. Ik denk dat het beste is om te beginnen met de partij van de stem. En fluit die eerst maar een keer. Dus in het begin, de eerste twee maten zijn met D-vies, D-vies. Oké, probeer ze in je oren te krijgen en dan gaan we proberen die te zingen. Dat kun je een keer doen zonder te fluiten, maar dan leg de fluit al klaar. Probeer het nu te combineren. In deze fase is het belangrijk dat je stem gaat onthouden waar de noten zitten. Du, 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 du. Want de volgende stap is namelijk het combineren met partij 1, dus met de fluitpartij. En de fluit die heeft als eerste noot een vies. En de stem een D. En focus op je stem en probeer dan, en pak de greep van de vies, maar focus op je stem en de D. Du, en combineer die. Nou, dan heeft de fluit even alleen een D. En dan de volgende noot is een vies in de stem. En een A in de fluit. En die ga je combineren. Even kijken of de vies nog weet. Zo kun je het hele duet oefenen. En als dat goed gaat en je hebt ze goed gecombineerd, dan kun je het tempo een beetje versnellen. Veel plezier!